Hallo. Hallo. Dag Marjolein. Ja. Dag. Hey Marjolein, wil je misschien eens vertellen wat jouw vak is? Ik ben pedicure en manicure. Ik doe beide. Ah, en vertel, heb je een eigen praktijk? Ja, ik heb samen met 4 andere ZZP'ers een salon in Muidenberg. Ja. Sinds 2005. Ja. Handen, voeten, huid, haar, massage. Ja, nu dus niks. Nee, want hoe lang zijn jullie gesloten? Wij zijn vanaf 15 december gesloten nu. Ja. En hoe, nul inkomsten? Nul. Wat doet je partner? Die werkt in toerisme. Oh nee. Maar die heeft wel een baan. Dat is fijn. Ja. Ja. Hey, maar dat betekent dat je ook geen tozo krijgt? Nee. Dus dan betekent dat je... Ik krijg echt niks. Mijn vaste lasten lopen door, alles. Ik zit nu, afgelopen woensdag heb ik het allemaal zitten op papier zitten zetten, zit ik al ruim 20.000 in de min. He, dus als ik mijn inkomstenderving plus mijn vaste lasten, dat ga ik nooit meer goed maken. Nee. Nooit meer. Nee. Weet je, ze zeggen niet bij mij, normaal kom ik om de 3-4 weken, dan doe ik het nu om de week. Ja. Dat doen mijn klanten niet, dat kan ook niet. Nee. Ik heb niet een voorraad of iets wat eventueel nog... in een uitverkoop verkocht kan worden. Ik kan helemaal niks. Hè? Ik zit vast. Ja. Ik zit echt klem. En je gaat dit niet meer goed maken? Nee, nooit. Nee. En je krijgt dus ook geen tozo. Dus, nee. Dus ook jullie huishoudinkomen is wij zijn gedaald. Hoeveel procent is dat dan? Nou, ik denk dat ik stiekem toch wel 60% van ons inkomen binnenbracht. Dus dat valt nu weg? Helemaal weg. Dus 60% inkomensachteruitgang van de ene op de andere dag? Ja. En je wordt daar niet in ondersteund? Helemaal niet. Ik vind het zo raar, hè? In Nederland zeggen we beide partners werken. Ja. Wat ik heel mooi vind. Je bent samen verantwoordelijk voor je huishouden. Ja. Maar dan verwachten we wel dat als iemands inkomen wegvalt, dat de partner het opvangt. Weet je wat ik ook niet snap met zo'n partnertoets? Waarom kon het de eerste lockdown wel? En waarom kan dat nu niet? Ja. Ik snap, dat kun je mij niet uitleggen. Het kan wel. Als je maar wil. Als je maar wil. Maar dat geldt natuurlijk met alles. Ja, nou, op mijn 12e doe ik al allerlei baantjes. Ja. Altijd, ik heb heel snel doorgehad van oké, als je iets ergens werkt, heb je wat centen, kan je wat doen, weet je. Kun je leuke dingen doen. Ik heb vanaf mijn 12e nog nooit niet geld verdiend. Nee. Het is bizar. Ja. En dat doet natuurlijk ook heel veel met je, hè? Dat je. Wat doet het met je? Nou ja, dat je toch niet volwaardig voelt op de een of andere manier. Ja, ik weet niet. Dat ben je wel natuurlijk, hè? Dat absoluut. Moet ik wel zeggen. Tuurlijk ben ik dat. Ja. Maar toch voelt dat zo. Ik heb echt een paar weken terug dat ik dacht, nou, ik moet nu uitkijken, anders word ik zo depressief. Weet je, ik moet iets gaan zoeken om maar dat hoofd goed te houden. Hè? Ja. Ja. Ja, maar toch moeten we dat veranderen. Om te zorgen dat in ieder geval ook jij en al die anderen die een partner hebben, iets van een inkomen krijgen. Dat is niet de jackpot, dat is ook niet de hoofdprijs. Maar het is ook iets. Hè? Maar het is iets. Compensatie. En het voelt in ieder geval ook als rechtvaardig, kan ik me voorstellen. Nou, ik ga er echt alles op alles zetten om dit proberen te veranderen. Ik hoop het. Ik heb maar heel weinig mensen die meer dan 3 maanden inkomensverlies zouden kunnen opvangen. Sterkte. Dankjewel. Succes. En wat ziet er strijdbaar uit. Ja, maar dat ben ik ook. Dat heb ik wel geleerd in mijn leven.